mensen van YouTubers en welkom bij een History Park voor de voorlaatste video van Golden Century. En met Jonas, ik denk dat hem Robin Hood is. Ik ben Jelf Hood. Oké, mensen gaan naar binnen, we sloppen de poort even tijdelijk. Ja, maar hij vliegt er weer over met een put. Nou, je moet er afbreken zoals altijd. Dan gaan we een beetje door, want dit is allemaal al lang klaar. De volgende video wordt de opening. Mooi mensen. Eindelijk nog eens een gebied open treffen. Ja, hier naar beneden, dat was al klaar, maar er is daar een horecapunt gebouwd sinds de laatste video. Hier. Ijs. Ja, kruim glas. Milkshakes. Wil ik wel eentje. Hier hebben we een bak kruim. Overval, ik wil een milkshake. Jongen, dat is hier kruim glas en dat is hier milkshake, jongen. Milkshake, dit. Ik neem ontslag. Die werkt allemaal voor mij, jongen. Gratis. Jongen, die bewegen niet eens, joh. Goed, dan, ja, de Splash Battle was ook al klaar. Het was gewoon nog het laatste deel van het gebied. We hebben gezegd, we gaan nog een video maken wanneer de kaluis in bouw is. En ja, dat is dus een feit. Maar die blijft dus geheim tot de opening, dus daar ga je niks van zien vandaag. Oh, de ingang niet. Ja, de ingang mag wel. Hier heb je de Splash Zone van Triton. En dan ja, hier het laatste plein met een biershop. Oh, Slendermans. En dan hebben we hier de ingang van de kaluis. The Legend of the Kaluis, volledig. Het wordt een topper van het park, mensen. Van het gebied, van het park. Ik ben er al mee begonnen en het zal wel goed komen. Ik wil eens bezien. De uitgang wordt de souvenirshop. Ja, ga jij maar loeren, ik blijf hier. Ja, dit is dus het plein. We hebben hier een paar tafels voor bier te zuipen. Schooier al gezien. Wat? Schooier met zijn verkjes. Ja, dat is uw broer. We hebben hier dan een stal met verkjes en een zwerver. Een schooier. En zijn boven appelmans. Ja. Dus het gebied van buitenuit is klaar, alleen hier op deze plein moet ik nog iets bouwen, alleen ik weet niet direct wat. Misschien een scheepswrak waar de tafels op staan, dus dan kunnen we gaan zitten op zo'n boot. Of ik kan hier een galg neerzetten en dan kunnen uw eigen skin er ook op hangen. Hey jongen, pak jij uw skin maar eens een keer, kut. De vogel. Wat een mens kind probeert te killen, jongen. Dus de wachtrij, mensen, het station is al klaar. En ik ben nu bezig met scène 2. Ik ben net alles aan het bezien. Zie hier, je ziet al dat het een gigantische attractie wordt, want we zijn nog maar bij scène 2 en het is nu al een immens gebouw. We hebben nog geen definitieve openingsdatum gekozen. Nope. Dit was de korte bouwupdate, mensen. Verder is er eigenlijk niks te zien. Het is gewoon volgende video is de opening. En de opening zult nog wel te horen krijgen hè, van deze. Dus het zal wel haalbaar zijn om het volgende maand te openen ofzo. En ja, het hele gebied ziet er geweldig uit, vind ik zelf. Een van de schoonste gebieden van het park tot nu toe. Zo niet de schoonste. En de kaluis, dat is nog een tool om daar een topride van te maken, maar dat zal wel lukken. Ja, we moeten eerst wat gaas geven. Misschien kan Jonas bijvoorbeeld. Want hier, omdat hier een papegaai staat, gaat er bij de ingang een getetter zijn van die papegaai. Die kunnen jij misschien inspreken, hè. Dat kan ik doen, vetje. Voor de juiste prijs.
Maar voor nu, mensen, zeg ik tot de volgende video. En ciao. Schip ahoy, piraatjes. Laten!